Schrijver Splinter Chabot bezocht op vrijdag 19 november het Varendon College in Asten. Splinter Chabot is schrijver van het succesvolle boek Confetti Regen, waarin hij schrijft over de ontdekkingstocht naar hoe je jezelf kan zijn en ook de worsteling beschrijft die deze ontdekkingstocht bij tijd en wijle voor hem was. Ik heb drie broers en zij hebben allemaal thuis nooit gezegd, pap, mam, moet je horen, ik ben heteroseksueel. Dus ik vond ook dat ik het niet op diezelfde manier hoefde te zeggen, omdat je bent... ik ben Splinter en ik vind heel veel dingen leuk. Ik vind vioolspelen leuk, ik vind paardrijden leuk en ja, ik vind ook jongens leuk. Ik ben niet alleen mijn geaardheid. Dus ik vond dat ik op een bepaalde manier ook het recht had om op dezelfde manier zoals mijn broers thuis hadden verteld van God, pap, mam, ik heb een leuk vriendje ontmoet en ze heet ze zo, om het op diezelfde manier te mogen vertellen thuis. Ik heb toen ook gewacht tot ik iemand had ontmoet waarvan ik dacht, ja, die vind ik heel erg leuk, dat het ook zeker is. En dat toen ik thuis zei, pap, mam, ik heb iemand ontmoet en hij heet zus zo en zo. Waardoor ik ben nooit in mijn ogen uit de kast gekomen. Omdat ik ook vind, ik ben nergens zelf in gaan zitten, dus hoef ik er ook niet uit te komen. En ik wil helemaal niet mezelf terugbrengen tot alleen maar één label. Dus ik heb ook nooit gezegd tegen mijn ouders van, pap, mam, ik ben homoseksueel. Je zal mij ook nooit willen zeggen, ik ben homoseksueel. Ik ben meer dan alleen mijn verliefdheid. Ik ben Splinter en heel verschillende dingen. Dus dat was toen ik eenmaal daar... na de middelbare school had ik daarover nagedacht. En daarom heb ik dat ook nog uitgesteld. Dat ik het op die manier kon vertellen en het zeker wist. Dat was eigenlijk mijn idee daarvan. Tim Metsenmakers, waarom hebben jullie Splinter Chabot uitgenodigd? Het maakt eigenlijk deel uit van een wat groter project. We willen hier graag op het Varendon College de komende tijd wat meer aandacht besteden aan diversiteit. Waaronder seksuele diversiteit. In juni van dit jaar is een collega van mij bij een signeersessie van Splinter geweest in de boekhandel in Venlo. En toen heeft ze het eerste contact eigenlijk met hem gelegd om hem uit te nodigen bij ons op school. Vervolgens zijn voor alle leerlingen uit HAVO 4 en VWO 4 exemplaren besteld van Confetti Regen, het boek dat Splinter geschreven heeft. Het boek is vervolgens gelezen in de klas en er is uitgebreid over gesproken tijdens de lessen. En dat project, dus het Confetti Regen project, is afgesloten met het bezoek van Splinter aan onze school. Ja, mooi dat kan eigenlijk niet. Nee, ja, superleuk. En Splinter is sowieso hartstikke enthousiast, dus hij vond het heel leuk om hier te zijn. En onze leerlingen hebben het bezoek van Splinter voorbereid door goed na te denken over welke vraag zou ik Splinter willen stellen. En dat kan een vraag zijn over iets wat met het boek te maken heeft, maar het kan ook een vraag zijn die iets met zijn persoonlijke situatie te maken heeft. En dat zorgde ervoor dat er tijdens het interview ook een diversiteit aan vragen werd gesteld, wat heel erg leuk was. Ja. Hoe is het boek ontvangen door de leerlingen? Het boek is goed ontvangen. Ik denk dat het voor veel leerlingen... misschien wat moeite kost om je normaal gesproken te verplaatsen in iemand die worstelt met zijn eigen geaardheid. En ik denk dat het boek van Splinter een goede inkijk geeft in zo'n situatie. Dus dat je, je daardoor jezelf beter kunt verplaatsen in iemand die worsteling meemaakt. Ja. En er zijn waarschijnlijk ook leerlingen hier op school die zelf die worsteling doormaken. Ja. En dan is een soort hulpboek? Misschien wel een soort van steuntje in de rug of... dat je het idee krijgt dat je niet de enige bent, dat je niet alleen op de wereld bent zeg maar, die door deze periode heen gaat. En dat je er steun van kan hebben van het verhaal van de ander. Ja, en daarom zou Splinter Chabot eigenlijk alle scholen af moeten gaan, of niet? Ja, misschien wel. Als het in zijn tijdschema past, dan... hij vertelde me straks dat hij het wel echt heel erg leuk vindt om te doen, dat hij graag naar scholen gaat om zijn verhaal te vertellen. Maar hij is zo druk bezig met zijn talkshow en zijn andere werkzaamheden, dus... Hij is gewoon te druk. Hij heeft het gewoon heel erg leuk, ja. Dit was ook een succes. Hè? Ze hadden goede vragen, mooie antwoorden. Ja, absoluut. Ja. Splinter Chabot, je neemt er wel een tijd voor. Ja, uiteraard. Ja, toch? Moet ook wel. Het is een hele gezellige bedoeling. Allemaal leerlingen die weer luisteren. Dus ik heb alle tijd van de wereld hiervoor. Alleen maar leuk. Ik ga een deel van de scholen af. Dus als ik word gevraagd om ergens langs te komen en het lukt enigszins. De agenda is natuurlijk vrij druk, maar als het lukt... vind ik het heel erg leuk om langs te komen. Juist ook omdat ik het onderwerp heel belangrijk vind. Confetti Regen is natuurlijk echt een boek met een doel en een missie. En als je dan op een school mag komen praten over het jezelf kunnen zijn, over het wel of niet vrij kunnen bewegen, ja, dan vind ik het heel fijn om het daarover te kunnen hebben. Is voor de kinderen een beetje een handboek voor coming out? Ik hoop wel dat... Ik krijg wel eens van leerlingen te horen dat het hen
voor hen heel erg herkenbaar is geweest. Ook hier was er weer een leerling die zei, ja, ik herken me erin of ik worstel ook met bepaalde dingen. En dan is het fijn als je... Ik heb het boek zo geschreven dat het een soort van dagboek van het verleden is. Een dagboek van het heden, waar denk ik nu veel jongeren op een middelbare school in zitten. Maar ook al een stukje dagboek van de toekomst. Dat je ook een beetje weet wat er nog gaat komen. En ik hoop dat dat een beetje hoop geeft. Dus op die manier heb ik wel geprobeerd het een beetje in te richten. Wat komt er na Confetti Regen? Ja, dat is een hele goede vraag. En nu is natuurlijk eerst roze brieven uitgekomen. In, ik mag niet zeggen wanneer volgens mij, maar volgend jaar, begin volgend jaar, verschijnt er een nieuw boek. En dat is als het helemaal genoeg ruimte heeft, is daar de titel van. Dus daar heb ik heel erg veel zin in, verheug me enorm op. En ik zit niet stil, dus ik schrijf nog steeds, ik ben bezig. En wie weet dat er ooit een vervolg komt op Confetti Regen, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. En de rest van de dag besteed je aan signeren van je boek? Nee, ik doe niet alleen signeersessies. Er lopen natuurlijk ook nog de programma's voor de Avro Tros, daar ben ik heel blij mee. Maar dit moet ik zeggen, dat je zo rechtstreeks in contact kan komen met lezers, maar vooral met leerlingen. Dat zijn natuurlijk wel hele specifieke lezers. Vind ik echt heel erg gaaf om te mogen doen. Dus ik ben even weer een middelbare scholier die heel erg een hele goede dag heeft, laat ik het zo zeggen.